s'avonds 1 uur, half 2 is lunch. De jongens rusten. Ik bereid de wedstrijdbespreking voor. Die hebben we dan tegen ongeveer een uur of 6. En na die bespreking dan stappen we in de bus en gaan we naar het stadion. Een echte wedstrijdbespreking van de bondscoach. Hoe vaak maak je dat mee? Deze jonge leeuwen die zijn vandaag echte internationals. En zij stappen ook vandaag in de echte spelersbus van Oranje. Op naar de wedstrijd. Spannend. Oké, jongens, we rijden. Hebben we er een beetje zin in? Ja! We zijn er. Een applaus voor Kurt van Marwijk en zijn assistent. Van harte welkom, meneer Van Marwijk, hier op het veld van FTOO in Hinteren. Hij is er ook. Maar dit mogen we natuurlijk nooit verliezen. Je moet een beetje letten op de laatste paas. De laatste paas, die heeft heel veel ruimte. Vaak is hij te hard. Dan moet je een beetje slimmer zijn. Ietsje rustiger moeten we zijn, niet te wild. Maar goed, we gaan het redden, jongens. Ik heb er vertrouwen in. Hè? Toch een hoop tips die hij eventjes geeft. Drie punten op zak. Oké, jongens, lekker gedaan. Hartstikke idee. Ja, precies. Hey, we zijn een beetje blij, want ik voel helemaal geen enthousiasme. Ja. Wat is het nou? Jullie hebben 6-1 gewonnen. Wat hulp gehad van de tips van Bert of niet? Ja. Wat gaat? Ja. Het is toch geweldig dat hij jullie trainer is geweest. Ja. Oké, jongens, ga lekker douchen en dan zie ik jullie zo. We zijn met de spelersbus vanuit het spelershotel deze kant op gekomen, de wedstrijd gespeeld. Ja, en dan hoort er natuurlijk nog een persconferentie bij. Hoe overleeft u de pers? Nou, dat is zeker een hele goede vraag. Want dan merk je wat ik elke dag bijna meemaak. Die kunnen vaak heel vervelend zijn. Vindt u het soms niet moeilijk om vriendelijk te blijven? Nou, soms is het best lastig, ja. Want je krijgt vaak gewoon 3-4 keer achter elkaar dezelfde vraag. Andere vraag? Ja, kom even een stukje naar voren, anders val ik nog. Wat dacht u na het WK? Wat dacht ik na het WK? Ik was natuurlijk heel erg teleurgesteld. Ik was trots aan de ene kant, maar aan de andere kant ook heel teleurgesteld. En die teleurstelling werd eigenlijk alleen maar groter. Omdat ik steeds vaker tot de conclusie kwam dat we er zo ongelooflijk dichtbij waren. Wat zijn de voorbereidingen voor het EK om niet weer te verliezen in de finale?
Laten we eerst eens zorgen dat we de finale überhaupt gaan halen. Hè? Want kijk, als je zo denkt, dan denk ik ook niet dat je wat wint. Hè? Ik bedoel, zo makkelijk is het niet. Maar ik denk wel dat de ervaring die we hebben opgedaan bij de finale van het WK, dat die ons wel een stuk verder helpt.